Zijn we er klaar voor? Klaar voor de grote wedstrijd? En dat bedoel ik meer de wedstrijd tegen het Hoge Water. Oh, ja, oké. Nou, wie hebben die presentatie voorbereid? Dat is net al genoemd, hè? Anko van Heuvel, Rijkswaterstaat. Frank Jansen, Waterschap Renssel, West-Delta. Met hulp van Ulrich en Erik vanuit de Wiki Noordmaatregelengroep. Wat is nu de aanleiding geweest van dit verhaal? De aanleiding is eigenlijk geweest een aantal zaken. In eerste instantie de ervaring die we opgedaan hebben in het buitenland tijdens het hoogwater. Nou, als je ziet wat je tijdens een hoogwater leert, is gewoon super indrukwekkend. Er komen allerlei dingen op je af die je tijdens de oefening gewoon niet krijgt. En ja, die ervaring wil je graag delen en vraag gewoon naar meer ervaring. We weten allemaal, als die grote wedstrijd eraan komt, dan ben je gewoon die wedstrijdervaring nodig. Nou, een mooi voorbeeld te geven misschien is het recente hoogwater. We hebben in januari 2018 een hoogwater gehad in ons gebied. Het heeft bijna een maand lang geduurd. En wat je dan ziet, wat vanmorgen ook al door de dagvoorzitter werd er genoemd. De dijk is opgebouwd. Hè. Onze dijken zijn honderden jaren oud. Ze zijn allemaal laag op elkaar. En die dijken die zijn getoetst, die zijn beoordeeld, om het zo maar te noemen. En die beoordeling, ja, die is natuurlijk altijd maar vaksgewijs. Er zijn een aantal punten genomen. En wat wij afgelopen januari ook heel duidelijk zagen is, waar die afgetoetst was, hè, bijvoorbeeld op piping, was een heel gebied, hebben we iedere keer geïnspecteerd, daar moest piping optreden met die waterstanden die op dat moment aanwezig waren. Gebeurde gewoon niet. En op plekken waar geen piping op zouden moeten treden, volle piping. Dus al die zaken met elkaar, hè, je moet er veel meer van elkaar leren. En ja, het is alleen maar meer een pleidooi voor, ja, delen die buitenervaring met die binnenervaring. Nou, Anko kan misschien nog wel even een voorbeeld geven van zijn situatie. Ja, ik had een situatie op Ameland. Daar zagen we heel langzaam de kust een beetje terugschrijden. En het interessante was daarbij dat ik al een keer eerder gevraagd had van, goh, zit er iets niet lekker in de modellen? Of, Deltares het model in eerste instantie opnieuw gekalibreerd. Maar vervolgens zat het mij toch niet lekker. Ik heb dat samen met een aantal collega's opgepakt en Nu zijn ze bezig met een nadere analyse en wat blijkt dat de hydraulische belasting op zee tijdens een laagwatersituatie veel grotere golfbelasting en erosie met zich meebrengt als dat we aanvankelijk aan de voorkant in de modellen allemaal hadden zitten. Dus de kennis die we opdoen buiten willen we graag vertalen naar, oké, wat betekent dat binnen en wat betekent dat voor onze betrouwbaarheid van onze modellen? Nou, wat is nu het doel, hè, van dit verhaal, van deze sessie? Dat is het professionaliseren van het buitenbeeld naar het binnenbeeld. Hè, dus dat heeft alles met te maken met betere interactie tussen buiten en binnen. Wij konden afgelopen hoogwater in ons gebied al zien van dat het een veel betere actie was. Hè. Direct als we wat zagen. En het had prioriteit meteen met elkaar bellen van wat denk jij ervan? En dat is op zich al een hele mooie leerzaam iets. Maar wat we nu ook moeten doen is van, nou, die zaken die we hebben geconstateerd en die afwijken, onderzoek die afwijkingen nu, ga niet meteen verder. Maar kijk, net zoals de luchtvaart vanmorgen ook, of Benno Baksen ook zei, onderzoek die zaken nu, ga ze nu, waarom is dit nu opgetreden, waarom nu niet? Zodat we daar ook met z'n allen van kunnen leren, voordat we weer vrolijk doorgaan met de gang van zaken. Dus, maar ook vooral opdoen van wedstrijdervaring. Nou, wedstrijdervaringen zijn natuurlijk gewoon zeldzaam. Zeker in Nederland, de echte grote wedstrijden. Dus het zou mooi zijn als we ook in het buitenland die wedstrijdervaring op zouden kunnen doen. Het zou fantastisch zijn. Of dat we een proefdijk krijgen. En, nou, dat vooral als gisteren, we hebben gisteren ook een presentatie gehouden hier. Het zou mooi zijn als we met een proefdijk met de belastingen mee zouden kunnen kijken als inspecteurs. Van nou, wat gebeurt er nu? En proberen die data die daaruit komt, uit de sensoren en uit de beoordeling, om die te vergelijken met onze inspectiedata. En kijken of oké, kunnen we er nu één stroom van maken? Kunnen we van leren? Het zou mooi iets zijn. Het volgende doel is eigenlijk, en dat is misschien wel een beetje het hoofddoel van dit verhaal, is het werven van deelnemers van de ZW. En ik zal even uitleggen wat dat is. ZW is eigenlijk iets wat tot stand gekomen is van de Unie van Waterschap en Rijkswaterstaat. We hebben gedacht van ja, moeten de kennis van elkaar moeten we bundelen. En moeten zien dat we elkaar kunnen versterken en van elkaar kunnen leren. Dat is het hoofddoel eigenlijk. Nou, wat houdt het precies in? Een snel en flexibel inzetbaar team dat landelijk alle waterkeringbeheerders van Nederland desgewenst kan bijstaan. Natuurlijk zitten we soms in hetzelfde watersysteem, hè. Als de Rijnhoogwater heeft IJssel vaak ook, en zijn bepaalde gebieden afgeplokt, dan ben je daar de inzet van elkaar, kun je niet verlangen. Maar er zijn genoeg andere gebieden waar het wel zou kunnen. Maar je hebt ook calamiteiten die heel lokaal zijn, dus je kunt dan ook ervaring uitwisselen. Zou heel waardevol zijn. Bij langdurige dreiging of bij dreiging op meerdere locaties tegelijk, nou eigenlijk hetzelfde soort gelijk verhaal, en van elkaar leren, kennis en vaardigheden uitwisselen. Dus als je een incident hebt gehad, meld het ook met elkaar en probeer het uit te wisselen. Zoals we nu ook de inspectieresultaten vastleggen, die zijn digitaal, meerdere mensen kunnen daarop inloggen. Dus het zou maar zo kunnen zijn, als ik
inspectieresultaten opdoe buiten. Dat bijvoorbeeld bij Rijn en IJssel daar ook mensen mee kunnen kijken binnen. Van oké, wat is er nu aan de hand? Kunnen we misschien helpen met beoordelen. Op die manier kun je ook tijdens de oefening bijvoorbeeld veel beter de informatie spreiden. En wat vanmorgen ook heel mooi genoemd wordt, van soms moet iemand zeggen van ik moet linksaf in plaats van rechtsaf. En op die manier kun je ook de linksaffers een keer in beeld krijgen. Dus als je altijd vanuit je eigen organisatie problemen aanvliegt, is het misschien wel waardevol om vanuit een ander waterschap ook hetzelfde probleem eens een keer van een andere manier te benaderen. Dus ik denk dat het een enorme winst kan zijn. ZW is inzetbaar voor het stellen van diagnose en inschatten van risico's bij dreiging tot vallen van de waterkering. Nou, dat heb ik een beetje benoemd eigenlijk. Adviseren over inzet van noodmaatregelen, ook zo'n mooi iets. En we merken toch vanuit de wiki ook dat heel veel verschillende typen noodmaatregelen gebruikt worden in Nederland. Waarom worden ze nu gebruikt? Waarom is het ene nu beter dan het andere? Misschien zijn de omstandigheden net wat anders. Ik denk dat we gewoon van elkaar van kunnen leren, ook zeker tijdens oefeningen en zeker tijdens inzet. En het vaststellen van het beeld en ernst van de situatie bij dreiging van overstromingen. Nou, heel moeilijk iets natuurlijk. Maar wel heel belangrijk. Met elkaar sparren, oké, wat zien we nu, wat gebeurt er nu? Een ander ding is, en dat is dan wat meer internationaal. Zoals net al gezegd, Nederland best wel hoog veiligheidsniveau. De extreme hoogwaterstanden die treden hier heel zeldzaam op. Die ervaring die verliezen we steeds meer. Dus laten we die ervaring gaan halen. Bijvoorbeeld in Amerika, Engeland of de landen om ons heen. En het zou zo mooi zijn als we daar een samenwerking mee aangaan. Dat we een netwerk opbouwen. En je moet het makkelijk maken om te vragen. Destijds zijn we, nou, Peter Bloma zag straks ook in de zaal zitten. En er zit er nog eentje, collega. Zijn we naar Engeland geweest en je merkt gewoon dat er een bepaalde schroom is om te vragen. En als de politiek moet vragen om hulp, dan is het ook een soort falen. Dat willen ze niet, maar als je een netwerk opbouwt, is het veel makkelijker om hulp te vragen. Dat doe je veel eerder. Dus als wij een goed netwerk landelijk kunnen opbouwen of kunnen benutten van een andere organisatie, dan zou dat heel welkom zijn, denk ik, voor ons team. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal van het netwerk. Gaan we nu over tot een quizje. Je gaat Anko even verder doen. Ja, kort quizje. De bedoeling is dat we wel een beetje in beweging gaan komen. Op het moment dat de vraag die je stelt je positief kunt beantwoorden, is de bedoeling dat je even gaat staan. En afhankelijk van hoeveel mensen er gaan staan, ga ik ook een aantal van jullie nog even een paar vragen stellen omtrent de situatie en omstandigheden. Oké, wie doet er reguliere inspecties van waterkeringen? Kun je even je naam vertellen en waar je die inspecties uitvoert, Hans? Hans Nieuwenhuis, werk bij firma Zuurmond de Jong het Beest. Wij zijn aannemer voor Rijkswaterstaat. We doen de primaire waterkering in Zuid-Holland en IJsselmeergebied. En de strekdam Holwert, Ameland. Mooi. Veel werk, weinig werk, valt het mee? Door de jaren ervaring die we opgelopen hebben afgelopen jaren, hebben we het goed in kaart en snel kunnen we doen, ja. Oftewel snel, we hebben geprofessionaliseerd in inspectiesmethodes, waar we dus bijvoorbeeld het hele IJsselmeergebied in 10 weken inspecteren volgens de reguliere inspectie doen. Dus 10 weken heb je het over? Ja, daar hebben we de Afsluitdijk, inclusief rapportage, uitwerking allemaal en de zorgplichtenrapportage richting bevoegd gezag. Mooi, dankjewel. Ik neem aan dat bij de collega's waterschappen het niet heel veel anders zal wezen. De tweejaarlijkse rondes die aardig intensief zijn. Nou maken we het iets spannender. Wie heeft er wel eens een kering geïnspecteerd tijdens een hoogwater? En dat lijkt wel dezelfde groep. Stefan, vertel eens van je laatste ervaring. Ja, de laatste hoogwater, dat was voor mij met name langs de duinen. Ja. Iets anders dan een rivierdijk. En dat was met hoogwater en noordwestenstorm. De beroemde januari-storm van dit jaar? Van vorig jaar. Eigenlijk. Van vorig jaar? Ja. Ja. Oké. En was het business as usual of had je toch wel zoiets van, nou moet ik toch even aan een aantal andere dingen denken? Ja, voor ons was het wel business as usual. Oké. Maar ja, dat is misschien ook het gebied en net een andere
vorm van hoogwater is. En dat het puur door getij komt en niet een hoge rivier afvoer. Ja, oké. Dankjewel, Stefan. De volgende vraag. Wie van jullie doet de beoordeling van inspectieresultaten? Ik zie een aantal dezelfde mensen gaan staan, dus daar is organisatorisch dingen gebundeld. Ik zie ook een aantal nieuwe mensen gaan staan. Wij doen vanuit, we hebben beheer en onderhoud gescheiden. En de mensen die het beheer doen, die lopen dus eigenlijk de keringen. En dan krijgen we de puntresultaten uit de app. Die krijgen we binnen en dan gaan we met iemand van beheer en ik als vakspecialist waterkeringen samen er naar kijken, want we hebben toch een iets andere blik wat we er dan mee gaan doen en hoe we het gaan aanpakken. Oké. Kun je ook even toelichten wie je bent en van welke organisatie je bent? Ik ben Marloes Remmerswaal en ik ben half januari begonnen bij het waterschap in Leiden. Oké, dankjewel. Nou, een van de meer spannende vragen, echte wedstrijdervaring. Wie heeft er wel eens op basis van inspectieresultaten besloten om noodmaatregelen toe te passen? Theo, welke situatie was het? Nou, het meest voor wat het leukste is om te vertellen is denk ik bij hoogwater in Engeland, bij overstromingen. Waar het hele boezemsysteem helemaal gevuld was met water, hebben we besloten, samen met Wijnand was dat ook, door waarschijnlijk het graaf, door dassen en dergelijke. Maar er was gewoon een doorstroomopening helemaal vrijgekomen, en die stroomde gewoon vrij uit. Ja. Die hebben we uiteindelijk dichtgezet. Oké. De rest recentelijk een stukje afschuiving naar een dijkversterking. Af en toe zijn wij zelf het grootste risico met uitvoering van dijkversterkingen en daar vond een afschuiving plaats. Dus toen hebben we het gewicht van de dijk afgehaald en meer in de steunberm aangebracht. Oké, dankjewel. Misschien wel een mooie aanvulling daar op Engeland. We gingen daar de Willowbrug over, hè, bij de Willow Farm. En die dijk was echt compleet volgeladen met water. Water ging er zelfs een klein beetje overheen. Nou, we zagen ten eerste al die bomen omgewaaid. Ik zie beeld... Door de dijk heen stromen, terwijl je het niet zag? Ja, we hoorden gewoon echt water door de dijk heen stromen. En waar komt het nou vandaan? We konden het niet vinden. Graven met de handen. Maar dat is trouwens ook een leuk verhaal. Kan ik het misschien even doen. Er liep een mevrouw met een van de bewoners, die woonde daar kort aan de dijk. En die komt eraan met zijn hondje. En we hadden een gids bij ons, Richard Boel. Fantastische mooie kerel was dat. En ik hoorde wat. Ik hoorde geluid, waterstroom, maar ik zag het niet. Dus ik denk, ik wil graag weten wat het is. Dus we hadden geen echte prikstok zoals we die nu hebben, maar gewoon een houten stok. Niet helemaal goed voor elkaar natuurlijk. We hadden erover gevraagd, maar we kregen een soort... We kregen een soort oude bezemsteel was het volgens mij. Dus wij met het ding aan het graven en graven. Op een gegeven moment zat ik met de handen zo vol in de grond. En toen komt die vrouw eraan lopen. Hey, die zegt in het Engels van, the guy looks like Hansje Brinkers. En, ze wisten dat er Nederlanders waren, maar ze wisten niet waar. Dus die gids zegt van ja, actually, the guy is Dutch. Dus dat was een heel mooi iets. Maar inderdaad, daar vonden we dus onder de grond, dus onder zo'n laag, vonden we gewoon een waterstroom die door de waarschijnlijk mollengang op gang was gekomen. Dus we hebben een beetje grond erin gegooid, zodat het water wat vertroebelde. En we zagen, ik denk, meter 20 verderop, onderaan de teen van de dijk, zag je het gewoon naar boven komen. Dus dat was een indrukwekkende ervaring. Maar op dat moment ook, toen stapten we over de dijk heen. En we keken zo over de dijk heen. Nou, we zagen echt van alles gebeuren. We zagen grote dassengaten, verweking, bomen omgewaaid, de meest vreemde dingen. En toen hebben we een stapje terug gedaan van, oké, we gaan eens even dingen noteren. En toen heb ik even met Nederland gebeld. Ik heb naar mijn collega's toe gebeld. Ik zeg, ik kom even een mailtje aan met foto's. Wij denken dat dit en dit aan de hand is. Wat denken jullie ervan? Nou, volgens mij hadden we best wel een goede diagnose gesteld. Er moest iets wel snel wat gebeuren. Maar wat ik wel aan wil geven is dat het zo fijn is dat je even kunt sparren met elkaar. Even kunt delen de beelden die je hebt van, oké, dit hebben we gezien. Wat denken jullie? Zitten we op de goede weg of niet? En dat is eigenlijk ook een klein beetje de invulling van dit verhaal. Sorry dat het weer zo lang duurde, maar... Ah, dat geeft niet. Misschien even een kleine toevoeging. Je ziet gewoon dat de inspectie voor hoogwater heel anders is dan een normale inspectie, een voorjaarinspectie, najaarinspectie. En die boodschap, je hebt ook heel andere kennis, denk ik, nodig. Hoeft niet per se, maar... Het is wezenlijk anders. En ik merk gewoon, als je dan al heel veel ervaring hebt, dat je dat allemaal mee kan nemen. En dat ook een stukje achtergrond, als je een dijkversterking gezeten hebt of ander beheeronderhoud, dat is allemaal handig. Niet noodzakelijk, maar... Dankjewel.
Dan, hoe heet het? Het is bijna dezelfde. Wie heeft zelf de noodmaatregelen toegepast? Dus niet iemand opdracht gegeven, maar wie heeft zelf noodmaatregelen toegepast? Je doet de vinger in de dijk, of? wij hebben wel. We hebben niet veel meer over. Maar je had hem al verteld, het, hè, joh? Ja. We gaan wel zitten. Ja, Frank. Ja. En of bij bewoners geholpen met meubeltjes te mogen brengen of fotoboeken. Ja, klinkt bekend. In dezelfde periode zat ik ergens ook in het noorden van een land bij een vriend van mij ook meubeltjes naar boven te brengen. Want ik had even een rondje gedaan en studeerde toen nog. En toen had ik al zoiets van, dit ziet er niet helemaal gezond uit. Volgens mij is het slim om wat maatregelen te gaan nemen. Dan de andere vraag. Wie heeft er al eens een keer een echte bres gedicht? Ja, dat is maar goed ook. Niemand, hè? Heb jij een echte bres gedicht? Ja, nu ben ik heel benieuwd naar het voorbeeld, Stefan. Toen ik Jan soldaat was in 1994. Ja. Moest ik als soldaat hebben. Zandzakken sjouwen en bres dichten. Oké, waar was het? Weet je dat nog? Volgens mij was bij Itteren, daar ergens. Itteren? Het is heel lang geleden. Ja, Itteren, Borgharen, dat staat me ook nog wel een beetje op het netvlies inderdaad. Tijdens die overstroming heb ik als soldaat ook een bres moeten dichten. Oké, dankjewel. Wat ik hiermee wil zeggen, zeg maar, is wedstrijdervaring om dit soort activiteiten te doen. Jullie zagen in de groep dat het aantal mensen wat ging staan steeds kleiner werd. En dat is wedstrijdervaring die dus ook steeds schaarser werd, omdat we de veiligheid van de dijken wel verder hebben ontwikkeld. Maar dat heeft aan de andere kant de paraatheid om dingen te kunnen doen, weten nog hoe het moet, wordt daarmee wel schaarser. Dus, korte andere vraag. Wie heeft zich al aangemeld voor het ZW, het expertteam, waterkeringen? Oké. Degenen die geïnteresseerd zijn, die mogen straks zich even bij mij of Wijnand melden. En dan praten wij jullie even verder bij. Dit heb ik stiekem natuurlijk al gedaan. We gaan ook nog even een korte casus doen. En de bedoeling van deze casus is dat je eerst even met je buurman, buurvrouw even gaat overleggen. Wat zie ik nou? Wat zou het antwoord kunnen wezen? En dan gaan we daarna even een kort rondje doen om te kijken hoe iedereen erin staat. En iedereen is een groot woord, maar we gaan gewoon weer even een paar mensen vragen stellen. De rivier, hoogwater. We hebben 55 uur lang zware regenval gehad. En dat is best heel lang. 3 dagen, 132 millimeter. Sneeuw er nog bij. Dus in totaal 20 centimeter water in het stroomgebied van de rivier. Normaal 70, 80 millimeter, dus 7, 8 centimeter. En de weersvoorspelling is ook nog wel leuk. Er komt ook nog 10 tot 20 millimeter aan. De hoge grond is bevroren. Ook altijd zo'n fijn ingrediënt. En die van lager gelegen gebied is volledig verzadigd. We krijgen ook nog te maken met iets wat temperatuurstijging heet. Met andere woorden, er komt een mooi warmtefrontje voorbij. En net als Nederland, een jaar of 20 geleden hebben we geen retentiegebieden. Dus nergens buffers. En, we krijgen ook nog naar verwachting het hoogste rivierpeil.
Het is de bedoeling dat we even deze drie stappen gaan doorlopen. Diagnose, prognose en uitvoering van maatregelen. Ik ga jullie ook drie vragen stellen. Eén heeft te maken met diagnose. Twee heeft te maken met prognose. En drie heeft te maken met het uitvoeren van maatregelen. We hebben twee foto's. In combinatie met alle ingrediënten. En stel je bent inspecteur of degene die buiten loopt. Wat ga jij doorgeven aan de dijkpost of jullie actiecentrum? Overleg samen even, ik wil geroezemoes horen. Ja? Op uit? Ja, ga uit van dezelfde locatie. Ja. Wat? Oké, jongens. Time's up. Rinse, pik eens even als moderator wat mensen uit de groep en ik ben erg benieuwd wat ze vinden. Wie kijkt er heel erg zenuwachtig? Laat ik beginnen met een makkelijke. Hij zit in een complot. Jullie kennen het. Ja. Die twee zitten in, zitten in het complot. Het was wel een makkelijke. Ja. Ja, mag ik eens vragen. Nou, wij kwamen tot de conclusie, alarm, alarm, want het water staat hoog. En de dijken zijn slecht. Ja. Is dit wat je ziet? Ik denk dat iemand die de cursus dijkinspecteur gedaan heeft wel wat aanvullende dingen heeft. Nou, je ziet dat, dat de dijk bijna op overstromen staat. Oké. En met de informatie die we gehad hebben dat het sneeuw gaat smelten, dat het de kans groot is dat het gaat gebeuren ook binnen een zeer korte tijd. Ja. En op het linkerplaatje zie je een scheur, wat kan duiden op verweking of een afschuiving. Oké. Dus we zouden even moeten onderzoeken of hoe diep de scheur is, hoe lang die scheur is en of het misschien heel erg verweekt is daar zo. Ja, zijn er mensen met andere conclusies? Arie heeft waarschijnlijk nog wat wijsheden. Nou ja, wij dachten links gewoon flink regen geweest, dus er zat een flinke plas op en misschien wel een oude scheur van de droogte ofzo. Oké, ik schrijf hem gewoon even bij op hoor. Oude scheur, niks aan de hand. Mooi. De tweede vraag. De tijd schrijdt voort en we lopen nu hier tegenaan. Welke faalmechanismen treden er volgens jou op? Overleg weer even met jezelf de buren. Thank you.
Ja jongens, dit moest een inkoppertje wezen, dus ik ga de tijd nu afkappen. Rinsen, zoek maar weer een paar mensen uit. Ja, ik ga naar dat hoekje daar toe. Mensen in hoekjes denken soms wel dat ze veilig zitten. Hij is in ieder geval de zon eruit gegleden, dus het is hartstikke hoog water. En er staat ook nog maar heel weinig dijk over, is onze conclusie. Dus het is wel echt serieus. Ja, hij is ook onderuit gegleden, afgeschoten. Is er meer aan de hand? Ja, ik zie dat een echte deskundige zijn hand opsteekt, dus... Rinsen, wil je Peter het woord geven? Wat ik denk dat er aan de hand is, is dat die dijk verweekt is. En dat het dus de grond daardoor slap geworden is en een beetje als pudding in elkaar gezakt is. En dan is het dus geen geotechnische afschuiving, maar gewoon het in elkaar zakken van een taluut. En dat hebben we eigenlijk hetzelfde gezien bij Stijn, afschuiving van de kanaaldijk bij Stijn in januari 2004. Ja. Meer aan de hand, Peter? Oké. Hebben mensen nog aanvullende potentiële faalmechanismen ontdekt? Volgens mij, want het hele achterland, zeg maar, daar staat vol met water. En volgens mij zie ik geen sloot, dus ik denk dat er nogal veel kwel. Zou dat kwel zijn of zou dat ergens anders van afkomstig kunnen wezen? Dat weet ik niet. Ik weet de situatie voor dat dit ontstaan is niet. Oké, wie kwam tot de conclusie overloop? Kun je dat even nader toelichten? Nou ja, je ziet inderdaad dat het gewoon tot aan de kraan staat, zeg maar. En daardoor is de kans ook groot dat het, in het achterland gelopen is, zeg maar. En daar dachten wij die plas, of ja, de regen kan bijna niet, gezien de lage regenval. Dus wij dachten dat het door de overloop kwam. Tot die conclusie waren wij in de voorbereiding ook gekomen. Dan is dat correct. Dat is dat correct. Aankom, mooi. We gaan door. We gaan snel door naar het laatste plaatje. Welke maatregelen ga je nemen? Overleg maar even met je buren. De tijd dringt wel, dus jullie krijgen ook expres weinig tijd om tot een besluit te komen. Hoe lang nog? Oké, jullie moeten er nu ongeveer uit zijn. Oké, wie mogen we het woord geven? Wie denkt dat hij weet wat hij gaat doen? Hoe was het? Is er een vrijwilliger? Ja, man. Rins. Rens Huskes, Waterschap Rijn en IJssel. Ja, wij zien hier inderdaad dat het misgegaan is. Er zijn een aantal opties. Boezempeil kan misschien verlaagd worden. Korte termijn. Dat gat moet, de buitenluut moet verzwaard worden. Dus er moet, wat je ook maar hebt, moet daarin. Een klei of zand of maakt niet uit wat. Verzwaren. Wat nog meer? Ja, ophogen. Maar dat is al gebeurd, hè. Ze zijn er met zandzakken bezig geweest. Dus dat is... En kijken naar de gevolgen. Ondertussen iemand in gang zetten om te zien wat er gebeurt als hij bezwijkt. Om te zien of het achterliggende gebied, of daar maatregelen genomen kunnen worden. Evacueren dus, ja. Oké. En wat zou jouw volgorde zijn om dingen in werking te stellen? Nou, eigenlijk tegelijkertijd. Je moet gaan rijden met materiaal naar die buitenkant. De pijlbeheerders aan de slag zetten, maar ook je actiecentrum met het hoofdactiecentrum in overleg met de omgeving. En adviseren dat de kans bestaat dat het hier anders misgaat. Dat moet tegelijkertijd allemaal. Tegelijkertijd?
Dat zijn acties, verschillende acties die parallel kunnen lopen. Het zijn mensen met aanvullingen, dus ik... Je kan er ook voor kiezen om in die groene polder... Ik kan er ook voor kiezen om in die groene polder een soort waterberging te maken. Zodat je het watersysteem ontlast. Oké. Goed dat je niet woont. Zijn we ook nog volgens mij wat zeggen. Ja, ik ben wel nieuwsgierig, want ik snap dat je aan de ene kant het boezempeil omlaag wil zetten. Dat je zegt, de kans op verweking neemt af en ja, die waterdruk zetten wat lager. Maar aan de andere kant denk ik ook van, dit stuk is afgeschoten, maar waarschijnlijk is die hele dijk is verweekt. En dan gooi je ineens die waterstand omlaag. Heb je dan niet kans dat het nog veel erger wordt en dat het niet op andere plekken ook afschuift? Ja, dat is een risico. Dit zijn precies de overwegingen waar wij eigenlijk naar op zoek zijn. Namelijk, als we aan knoppen gaan draaien, als het spannend wordt, kan het wezen dat ik het ene mechanisme uitzet, maar de andere knop juist met het mechanisme omhoog draai. In de voorbereiding op deze workshop hadden Wijnand en ik echt een geweldige discussie. Want waar ging het ook alweer om, Wijnand? Ik kan wel even toelichten. Als ik als beheerder zou zijn, en je kent natuurlijk niet de volledige situatie, maar als je hier nog met zand moet gaan rijden, ben je waarschijnlijk al te laat. Water komt er al overheen. Het is al bezig, dus ik zou zeggen, bescherm die dijk en zand aanbrengen. Het is helemaal verweekt, hè. Ik deel de mening van Peter daarin. Dus ik denk dat je moet beschermen en moet zorgen dat hij goed over kan stromen zonder dat hij doorbreekt, als hij daar nog tijd voor heeft. Want je ziet op zoveel plaatsen, je ziet het verderop ook gebeuren. Dus ja, ik denk dat het te weinig tijd is om zand op de plek te krijgen, dat je te laat bent. Ik denk dat je eerst moet beschermen en dan je verder acties uit moet rollen. Nou, wij hadden daar dus verschil in. Ik denk, nou, dat is al heel mooi, hè. Als wij al gewoon, we hebben een simpele case, maar we hebben het voorbereid en wij komen al op die discussie. Hoe zou het dan zijn als we met die zaal de discussie hebben? Nou, gelukkig kwamen hier al verschillende vragen uit. En dit is nu precies waar het eigenlijk om draait, hè. Van, wat doe je nu op het moment dat het er echt toe doet en de echte wedstrijd bezig is? Dan spant het erom, welke beslissingen neem je dan? En het zou toch mooi zijn als je daar ervaring had. En als je denkt van oké, ik doe eerst dit en dan dat, want ik heb de vorige keer ook meegemaakt. Of ik heb dat gehoord of ik heb dat meegekregen van een andere persoon. Dus ja, welke oplossing dan ook voor gekozen is en welke er achteraf ook goed was, ja, dat weet je dan nu niet, maar je kunt wel leren van zo'n situatie. Ja. Dus dat was, dat was eigenlijk waar wij al tegenaan liepen met de voorbereiding deze keer. Hebben jullie het filmpje nog meegenomen? Nee. Omwille van de tijd hebben we dat bewust niet gedaan. Ja. Het is in principe John eruit. Ja. Ja, hij is doorgebroken. Dat krijg je zoveel te zien, hoor. Ik krijg zo de... Zal ik maar doorklikken of niet? Ja, klik maar door. Qua tijd moeten we denk ik door. Je ziet het al, hè. Het is al mis. Er komt ook niet zo'n klein beetje doorheen. Ik weet niet of iemand nog meer informatie van heeft, maar wij zijn er niet achter wat dit is. Sorry, ja. Excuse me. Oh, wat een veel ijs. Voor de camera. Maar kom met mijn stipje niet meer. Wij weten nog niet wat dit precies inhoudt, maar misschien dat iemand dat wel weet van de historie. Ja, zou kunnen. Maar ja. Anyway, dit is er gebeurd. Er is 130 miljoen kuub water naar binnen gekomen, dus aanzienlijk. En inderdaad, boezempeil is gezakt. Dat is aardig inderdaad, boezempeil is gezakt. Maar helaas, niet alleen weilanden, er stonden ook boerderijen en gewoon woningen van mensen. Niet heel direct bij de Brest-locatie, maar een halve kilometer verderop stonden wel degelijk gewoon gebouwen. Ook doorgebroken, want dat winkel hadden we net over. 2 plekken. Ja. En ook dit, zeg maar, die inzichten, wat je buiten ziet gebeuren. Soms moet je heel snel handelen en heel fijn dat we allerlei procedures bedenken die langs 4 kantoren moeten, of 4 overlegstructuren, voordat er wat gebeurt. Jij zegt het. Ik zat vanochtend bij de workshop van Hans Knotter en hoe meer impact een maatregel heeft, des te meer bureaus hij moet. Maar dat betekent ook dat ik zomaar 2, 3, 4 uur verder ben. Hoor. En als je kijkt, zeg maar, naar de eerste dingen die hier gebeuren en het vervolgens dat hij er recht doorheen ging, er zat een uurtje of 6 tussen. Maar je schaalt ook natuurlijk gewoon in het hele probleem. Ja, klopt.
Ons beeld, zeg maar... Te laat. Is eigenlijk... Je had het niet kunnen voorkomen... maar je had misschien wel veel meer aan damage control kunnen doen. En daarover verschilden wij wel, ook wel van mening... maar ik denk, zeg maar, met de juiste maatregelen... had meer van de dijk kunnen blijven staan... waardoor, zeg maar, de hoeveelheid in een geïnundeerd gebied... gereduceerd had kunnen worden. Door bijvoorbeeld de zandzakken met name meer te richten op de verweking... in plaats van het verhogen van... Ja, precies. Ja, dus maak het misschien alleen maar... Qua waterdruk erop. Ja. Maar dit is even een zijsprongetje. Hierbij zie je dus wel van... er zijn veel verschillen van inzicht... maar die verschillen van inzicht heb je ook nodig om jezelf... scherper te maken en je argumentering beter onderbouwd te maken. Daarnaast, wat wij ook gemerkt hebben, is sparren tussen binnen en buiten. Vooral doen. Jij als buitenmedewerker moet vooral goed begrijpen dat iemand binnen op basis van jouw informatie belangrijke beslissingen moet nemen. Maar anderzijds, als je bepaalde beslissingen niet begrijpt, ga vragen waarom, wat de overweging is. Want het kan wezen dat jij jouw informatie niet slim, efficiënt of op de goede manier doorgeeft, waardoor de risico-inschatting anders kan worden. En andersom, als ik een beslissing moet nemen, dan leg ik ook graag degene die mij de informatie heeft gegeven even uit waarom ik doe wat ik doe. Dat scheelt namelijk ook op andere momenten nog wat boze gezichten na elkaar, terwijl je wel moet samenwerken en dat helpt ook niet. Wedstrijdervaring vinden wij heel erg waardevol. Wij zijn ook samen in New Orleans geweest en we hebben ook daar gezien van hey, hoe gaan ze daar om met wedstrijdervaring. En wij leren daar ontzettend veel van en die ervaringen willen wij ook graag met een groep delen. Dus, hoe komen we aan eenduidig beeld? Delen van beelden. Delen van informatie. En vooral goed bedenken dat data ondersteunend is en niet leidend. Ja, ik zal het even pakken. Ja. Wat we in het begin al aanhaalden was de ZW-ploeg. Hè. We willen dus samen zien dat we sterker worden, samen dat we meer kunnen oefenen en samen kunnen ontwikkelen. ZW-team, dat is in april is er weer een bijeenkomst. Een aantal mensen hebben zich al opgegeven. En tijdens de bijeenkomst wordt ook gezegd, van, als je dan ZW-lid bent, moet je in ieder geval minimaal 12 uur per jaar met elkaar oefenen. Het is de bedoeling dat we bij elkaar de oefeningen gaan draaien, daarvan leren. En van die oefeningen de beste dingen eruit halen en bij elkaar kunnen toepassen. Het helpt ook, hè, je bouwt je netwerk beter op, je vraagt elkaar makkelijker met situaties. Plus dat je, als je ergens anders ingezet wordt, ook het systeem kent. Dus we denken dat dat super waardevol is. Plus inzet bij hoogwatersituaties en calamiteiten, nationaal of internationaal. Nou, als je internationaal wil, komt er wel iets meer bij kijken. Moet je ook nog tech getraind worden. Dat is een training in Oostenrijk of in Zweden door de Europese Unie. Dat zijn allemaal voorwaarden die er extra bij komen als je internationaal gaat. Wil je lid van het ZW-team worden, dus als specialist of als dijkinspecteur of adviseur, dan kun je ons bij ons opgeven. Dus we hopen op een aantal nieuwe leden, we kunnen wel hulp en ervaring gebruiken. Dat was hem.